dit filmpje gaan we de stroom meten met een digitale multimeter in een schakeling van twee weerstanden parallel. We gaan eerst de schakeling theoretisch bekijken. Dus we hebben een parallelschakeling van twee weerstanden aangesloten op een bron van 10 volt. De stroom vloeit buiten de bron van plus naar min. De totale stroom I is de bronstroom. I1 is de stroom die door weerstand 1 vloeit. I2 de stroom door weerstand 2. Die twee stromen komen terug samen in de totale stroom I. We weten dat als er een stroom door een verbruiker vloeit of een weerstand, dan ontstaat er een spanning over die verbruiker. UR1 over weerstand 1 en UR2 over weerstand 2. Het is een parallelschakeling, dus de parallelschakeling heeft een aantal eigenschappen. De eerste eigenschap is dat de spanning over een parallelketen, over al de verbruikers die parallel staat, dat die spanning gelijk is. Dus in dit geval is de bronspanning, die ik ook met een pijl kan voorstellen, van min naar plus, dus de bronspanning U, is gelijk aan de spanning over de weerstand 1 en over de weerstand 2, omdat alles parallel staat. Wat de stromen betreft, we hebben een knooppunt. We weten dat in een knooppunt de stroom splitst. En de totale stroom die toekomt, I, die zal zich opdelen in een stuk I1 en I2. De som van I1 en I2 is terug uw totale bronstroom, I. Zoals bij de serieschakeling gaan we eerst de vervangweerstand berekenen. De formule voor parallelschakeling is 1 gedeeld door 1 op R1 plus 1 op R2. Als we onze weerstandswaarde invullen, komen we uit op een vervangweerstand van 31,973 ohm. Dus we zouden die twee weerstanden kunnen vervangen door één weerstand van 31,973 ohm en de bron zou geen verschil voelen. Om de totale stroom te berekenen gaan we de totale spanning delen door deze totale vervangweerstand. En dan komen we een totale stroom uit van 0,313 ampère of 313 milliampère. Dat is de stroom die uit de bron wordt getrokken, de totale stroom. We kunnen vervolgens de deelstroom gaan berekenen. Dus de stroom I1 is ook weer de wet van Ohm. UR1 delen door R1, maar UR1 is gelijk aan de bronspanning. Dus we krijgen 10 gedeeld door 47 en komen daar een stroom uit van 0,213 ampère. Voor I2 gaan we de spanning over R2, dat is UR2, delen door R2. Maar zoals er juist gezegd, UR2 is uw bronspanning U, dus ik kan die vervangen door die 10 volt. Dus we gaan onze 10 volt hier delen door onze weerstandswaarde R2 van 100 ohm en komen zo een stroom uit van 0,1 ampère. De som van die twee stromen is het totaal. En we zien ook dat de grootste weerstand, waar het de weerstand het grootste is, de stroom het kleinste zal zijn. Dat is logisch. We gaan de twee stromen optellen en dan krijgen we hier terug onze totale stroom, 0,313 ampère. Deze stroom is uiteraard dezelfde als degene die we daar berekend hebben met de totale vervangweerstand. Om die stromen nu na te meten, moeten we onze kring onderbreken. Dus ampèremeter moet altijd in serie in de kring staan. Daar moet je de leiding voor onderbreken. Dus voor onze totale stroom moeten we op die plaats een ampèremeter plaatsen. Voor onze stroom I1 plaatsen we, onderbreken we de kring daar. Dat kan voor of achter de weerstand, dat maakt niet uit. Dan gaan we de stroom I1 meten. Voor I2 moeten we daar onze kring onderbreken. Dat kan ook achter de weerstand. Maar daar gaan we onze stroom I2 meten. Dus als we zebiet praktisch de opstelling gaan nameten, zal deze ampèremeter een stroom moeten aanduiden van 0,1 ampère. I1, deze ampèremeter, een stroom van 0,213 ampère. De som van die twee is onze totale stroom en moet door onze ampèremeter in het begin worden weergegeven 0,313 ampère. We gaan deze schakeling nu een keer praktisch nameten.
We gaan onze multimeter correct instellen. De eerste stap is de juiste spanningssoort selecteren. We zien in het blauw een sinusje bij deze meter. Dus via de blauwe knop kan je switchen tussen wissel en gelijk, AC en DC. In de display zien we hier DC staan. Dus onze meter is momenteel ingeschakeld voor gelijkspanning te meten. Duw ik op de blauwe knop, dan switch ik naar AC wisselspanning. Dus nu staat de meter ingesteld om wisselspanning te meten. Wij hebben een gelijkspanningsbron in onze praktische schakeling. Dus wij moeten zien dat onze meter op DC ingeschakeld staat. De tweede stap is het juiste meetbereik selecteren. Het is auto-ranging dit toestel, maar toch moeten we nog switchen tussen milli, micro en ampère. Als we de schakelaar zetten op milli of microampère, moeten we deze aansluitklem gebruiken. Gaan we naar ampère, moeten we deze aansluitklem van 10 ampère gebruiken. Dus wij moeten aansluiten, de common moet altijd aangesloten worden. We zien dat de zekering of het meettoestel is afgezekerd met een zekering van 0,6 ampère. Dat wil zeggen dat we tot 600 mA kunnen meten op dat meetbereik. In onze schakeling gaan we tot 318 milli, dus we gaan onze schakelaar op milliampère laten staan. Moest onze stroom iets van 0,7 ampère zijn, hadden we ook het meetbereik van 10 en de aansluitklem van 10 ampère moeten gebruiken. We zien dat de aansluitklem van 10 ampère ook is afgezekerd, maar er staat wel een vermelding bij dat we maar maximum 10 seconden een stroom van 10 ampère mogen meten en dan 15 minuten moeten wachten om het toestel te laten afkoelen. Als linksbovenaan het symbooltje van een batterij verschijnt, betekent dit dat de batterij vervangen moet worden. De metingen zullen niet zo betrouwbaar meer zijn. Rechtsbovenaan ziet u ook steeds de eenheid van uw meting. We gaan de parallelschakeling opbouwen van onze twee weerstanden en sluiten deze aan op onze voedingsspanning. Om de totale stroom te meten moeten we de rode draad doorknippen om onze ampèremeter daartussen te plaatsen. We gaan die doen door één draad los te koppelen, een nieuwe draad in de plusklem te steken en deze met de plusklem van ons meettoestel te verbinden. De andere draad wordt de common. En we zien dat we hier een stroom meten van rond de 300 mA. Dat was ook hetgeen dat we in onze theorie berekend hadden. Om de stromen I1 en I2 te meten, gaan we een ander meettoestel gebruiken. We bekijken eerst de instellingen van dit meettoestel. Het meettoestel dat we hiervoor gaan gebruiken, beschikt niet over de functie van auto-ranging. Dus we zullen zelf het meetbereik moeten instellen. Dit meettoestel beschikt voor stroommeting over drie meetbereiken. 20 mA, 200 mA en 10 ampère. De 20 milli en 10 ampère staan op dezelfde plaats. Hoe dat we daar de selectie tussen maken, gaan we direct bekijken. We moeten ook de juiste spanningssoort selecteren. Het gaat over gelijkstroom, dus onze schakelaar moet op DC staan, van direct current. Als we de aansluitklem onderaan bekijken, de common weten we, dat is de massa, de min. We zien dan de aansluitklem milliampère. Dat is voor onze meetbereiken van 20 en 200 milli. Afgezekerd met een zekering van 200 mA. Onze 10 ampère aansluiting is ook gezekerd, maar je mag maar maximum gedurende 60 seconden een stroom van 10 ampère door het toestel laten vloeien. Om de keuze te maken tussen 20 milli en 10 ampère, want die staan op dezelfde plaats, dat doen we via de aansluitdraad. Dus de aansluitdraad in de klem milliampère, dan hebben we een meetbereik van 20 milli. De draad in de klem van 10 ampère, dan hebben we een meetbereik van 10 ampère. Dus onze stroom vloeit via de rode kabel naar de weerstanden, splitst over de twee weerstanden en komt via de zwarte kabel terug naar de voeding. Wil ik de stroom door de eerste weerstand meten, moet ik daar de kring onderbreken en mijn ampèremeter daartussen plaatsen. Dus steeds de kring onderbreken. We hebben berekend dat dat een stroom gaat zijn van 210 milli, juist iets te veel voor ons meetbereik van 200 milli. Dus ik moet het meetbereik van 10 ampère selecteren. Dus mijn schakelaar staat op de stand 20 milli / 10 ampère, maar ik moet de klem in de aansluitklem van 10 ampère plaatsen, zodanig dat ik het meetbereik van 10 ampère selecteer. De common komt dan terug naar onze weerstand en onze meter staat dus juist
voor de weerstand R1. En we meten daar een stroom van 0,21 ampère. Dat is 210 milli, hetgeen dat we ook berekend hadden. Om onze stroom door onze tweede weerstand te meten, moet ik de kring voor of achter deze weerstand onderbreken om ons meettoestel ertussen te plaatsen. Ik opteer voor een onderbreking voor de weerstand. Dus ik kan daar de kring ontkoppelen. Ik kan het meetbereik van 10 ampère selecteren. En dan via de kommen gaat de stroom terug naar onze weerstand. Als we dan de stroom aflezen op het display, zien we dat we een stroom meten van 0,09 ampère. Omdat ons meetbereik 10 ampère is, is de eenheid in ampère. Dat is minder dan 200 milli. En dat is iets van een 90 milli. Dus ik had feitelijk een kleiner meetbereik kunnen selecteren. Dat is ook nauwkeuriger. Ik kan dat ook doen. Dus ik kan de aansluitklem van ampère naar milliampère brengen. Mijn draaischakelaar staat nog op 20 milliampère. Dat wil zeggen dat ik een overload heb. Hè, want ik had 90 milli, dat is meer dan 20. Dus ik moet de knop naar 200 milli plaatsen. En zien we dat we een stroom meten van 96,8 milli. De berekende waarde was 100 milliampère.